Bij Toyota hebben we weer twee prachtig mooie machines die op de markt zijn gekomen. Namelijk de sta-in stapelaar en de sta-in palletwagen. En wat maakt deze machines nou zo bijzonder? Dat ga je zien in deze video. Om te beginnen gaan we de stand-in stapelaar eens eventjes nader bekijken. Wat maakt deze machine zo bijzonder? Het ideale is natuurlijk dat je met deze machine maar smalle gangpaden nodig hebt. Of je nu 1000 x 1200 mm of 800 x 1200 mm pallets hebt, je hebt maar een maximaal gangpadbreedte nodig van 2,60 meter. Ideaal natuurlijk. Verder is als voordeel, de bediening is heel ergonomisch. Kijk maar eens mee, het bekende display van de rietstruk, maar ook de rijbediening, het stuurwiel, is allemaal terug te vinden van onze rietstruk. En dat maakt met het gebruik natuurlijk ontzettend gemakkelijk. Op het display zie je de indicatie van het gewicht. Maar je vindt ook de rijrichtingsschakelaar terug. En alle allerhande informatie die je tijdens je werk nodig hebt, vind je allemaal op dit overzichtelijke display. Verder hebben we hier de bediening voor vooruit en achteruit. En dat gaat heel soepeltjes. Je legt je hand hier gewoon neer. Je stuurt met de andere hand en je kunt heel soepel de machine bewegen. Allemaal met hetzelfde gemak. Wat ook mooi is, de geïntegreerde Bluespot achterop. Waarom is dat mooi? Je kent natuurlijk de Bluespot wel, die wordt altijd op de machine gebouwd. En ja, je voelt hem al aankomen, die wordt toch vaak kapot gereden. Met de geïntegreerde Bluespot is dat bijna onmogelijk. Qua snelheid is deze machine ook ontzettend handig. Deze machine rijdt 12,5 km per uur. Als je dat met je auto rijdt, lijkt dat niet zo snel. Je moet het eens ervaren met deze machine. Je kunt ontzettend snel van A naar B. Is dat altijd even veilig? Jawel. Wel met deze nieuwe stand-in stapelaar van Toyota. Als je volle bak achteruit rijdt en je moet een noodstop maken, kan dat. Vooruit ook hetzelfde. Hop, kan dat. Kortom, over veiligheid is goed nagedacht bij het ontwerp van deze machine. Wil je meer informatie over deze prachtig mooie nieuwe stand-in stapelaar? Neem dan vrijblijvend contact met me op. Het is natuurlijk ontzettend leuk om een mooi verhaal te vertellen over een nieuwe machine en zeggen dat het makkelijk werkt. Maar dan moet je het natuurlijk zelf ook laten zien. En dat ga ik nu doen. Ik ga een pallet oppakken en ik ga hem daar zo boven in de stelling zetten. Het is vandaag de eerste keer dat ik plaatsneem op deze machine. Als je wat meer ervaring hebt, dan gaat het natuurlijk steeds makkelijker en sneller. Ik pak de pallet nu op en ik ga op een zo veilig mogelijke manier de pallet richting de stelling brengen. Ik heb opdracht gekregen om deze pallet op plekje 403 neer te zetten, dus dat gaan we dan ook doen. Ik stop zo dicht mogelijk bij de stelling en ga dan met de pallet omhoog. Ik ben nu bijna op de plaats van bestemming. Ik ga hem een klein beetje bijsturen om hem prachtig mooi op de juiste manier in de stelling te krijgen. En dan rij ik weer voorzichtig weg. En op het moment dat ik met mijn vorken uit de pallet ben en veilig van de stelling vandaan ben, laat ik eerst de vorken zakken. Alles voor het veilige werken met de stapelaar. We leren het allemaal bij de heftruckcursus, maar in de praktijk vergeten we het soms wel eens. Je ziet het, ik kan er makkelijk mee werken, dus jou moet het zeker lukken. Succes!